Gisteren gingen de beurzen in het rood. Vandaag kleuren ze andermaal groen. De Duitse DAX is de koploper. De BEL 20 gaat er dik 0,5% op vooruit. Pipo slikt zijn wonden na de dreun van gisteren, maar mag zich de winnaar van de dag noemen binnen de Brusselse BEL 20. Telenet volgt. Concurrent Proximus moet de Rijnprijs geven na kwartaalcijfers en ook Sofina gaat achteruit. Er zijn geen zekerheden op de beurs, maar wel een zekerheid is dat Philip Gijsels hier zit voor een boeiende blik op de nieuwsfeiten en beursverhalen. Goedenavond, Philip. Goedenavond. Het Amerikaanse jobrapport is er weer. Wat leert ons dat? Vorige maand zijn er 163.000 nieuwe jobs gecreëerd. Iets minder dan de verwachte 194. Maar de vorige maand is wel naar boven gezien met een 30.000. Dus ongeveer een nuloperatie. Maar wat wel het banenrapport typeert, is dat de werkloosheid naar 3,9% gezakt is. En dat is bijzonder laag, want dat is het laagste niveau sinds 2000. De beurs ging vandaag wel wat hoger, maar als we naar de jongste maanden kijken, dan profiteert de beurs niet echt van de goede bedrijfsresultaten en de economische cijfers. We zijn intussen mei, dat is traditioneel toch een moeilijke maand. Hè? Nou, traditioneel, en dat klopt, want dat is iets wat al heel lang meegaat. Dat is een beurswijsheid waar we al moeten teruggaan sinds dat de straat Wall Street is opgericht voor een stuk, de handelaar. Op het moment dat het zomer werd, die verlieten de stad. Maar er waren uiteindelijk nog geen telecommunicatiemiddelen. Dus die verkochten dan maar hun positie om op vakantie te gaan, zal ik maar zeggen. En kwamen dan terug in de herfst, waar de beurs steeg. Dat heeft ook te maken met de landbouw. Als de oogst was binnengehaald, ja, dan hadden de mensen die die bedrijven runden wat geld om te investeren. Maar als ze dan terug moesten planten in het voorjaar, moest dat geld weer naar de boerderijen. Nu, ik kan zeggen dat zijn allemaal verhaaltjes, en dat zijn het ook voor een stuk. Maar als je historisch gezien kijkt over het laatste 100 tot 150 jaar, dan zie je dat 75 tot 80% van de winsten op een jaar gehaald worden tussen september, oktober en mei. En maar een 15 tot 20% van mei tot september. Dus het klopt wel dat traditioneel deze periode wat moeilijk is. Dus sell in May and go away, geldt dat ook nu voor dit jaar? Nou, dat weet natuurlijk niemand, spijtig genoeg. Dan zou het gemakkelijk zijn. Hè. Dit zijn gemiddeldes, dus dat zegt weinig of niets over één jaar. Maar wat je wel kan zeggen is, voor een groot stuk dat je op belangrijk punt gekomen bent in de markten. Mr. Market zal beslissen waar we zijn. Als we de grafiek van de S&P 500 er eens bij halen, dan zitten we op een belangrijk niveau, 2615. Zijn we gisteren nog eventjes doorgegaan. Vandaag staan we daar weer wat boven. Dat niveau is al 5 keer getest. En dat is het 200-daags gemiddelde dat eigenlijk aangeeft of je nog in een stijgende of een dalende trend zit. Dus we zitten wel op een heel belangrijk moment in de markten. En wat is die katalysator om die beurs boven of naar beneden te duwen? De bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd. Is het dan de geopolitiek? Er is op dit moment een Amerikaanse delegatie in China om daar de gespannen handelsrelaties te ontmijnen? Wel, uiteindelijk, je zegt het, de resultaten zijn voor een stuk voorbij. Dus dat gaat de katalysator niet meer zijn. En ieder gesprek dat we hier schijnen te voeren, ze schijnen op een of andere manier toch wel weer bij Donald Trump te belanden. En dat is ook zo. Deze week hebben we al veel gehoord. De twee partijen nemen vrij zware standpunten in om te beginnen. Donald Trump die zegt, als ik mijn zin niet krijg, dan ben ik weg. De Chinezen die dan zeggen, we gaan nog niet te veel toegevingen doen. En om dat allemaal wat te kaderen, moet je misschien het boek dat Donald Trump heeft geschreven, of misschien moet ik zeggen laten schrijven heeft, The Art of the Deal, waarin hij zegt, ja, je moet bijna een revolver tegen het hoofd zetten van je tegenstander om zo concessies af te dwingen. Nu, we zullen zien wat het geeft. Maar één ding is zeker, we zitten op dit moment gebetonneerd, maar op een bepaald moment moeten we naar één of twee kanten uitbreken. En dat dreigt wel een belangrijke beweging te zijn in een van de twee richtingen. Dus ik denk dat de volgende sessies bijzonder interessant gaan zijn. Make or break. Dank u wel, Philip Gijsels. Graag gedaan.